Het was een succes, de Barbies. En die meiden waren echt heel lief aan het spelen. En nu zijn ze aan het omkleden. En ze hebben een beetje ravage achtergelaten. Goedemorgen, het is maandag. Nog 5 weken tot de zomervakantie. Daar heb ik echt mega veel zin in. Ben de laatste spullen aan het pakken om zo naar school te gaan. En we hebben allebei deze. Ja, ketting. Sarah en ik hebben allebei deze ketting om. Ik heb roze. Oh, ik heb jij de blauw. Ik heb de groene. Dat en zijn vriendschapskettingjes. Die hebben we als liefdeskettingjes. Je hebt ook nog een hartje. Dat is van Melissa, je vriendschapkettingje. En je hebt je vriendschapkettingje met Lieve. Of Livia om. Nee, dit is die van... Een Steven Marley? Ja. Oh, oké. Okay. Mag ook. Heet Lippie, zo. Wat heb ik vandaag aan? Deze top van Fila, rok van Envy en nog steeds mijn sneaker wedges. Want echt, ik gil het uit bij allemaal andere schoenen. En we gaan dus snel naar school en dan boodschappen doen. En mijn outfit door. Vanmiddag na school komt Sarah de vriendinnetje spelen en ik blijf mee eten. Ga ik nu eerst een rondje huishouden doen en dan ga ik daar even alle Barbie spullen klaarzetten voor de meiden. Ik vind het wel leuk, dan komen ze en dan heb ik een soort ja, Barbie dorp, wil ik het niet echt noemen, maar alles klaargezet. Dan kunnen ze gelijk lekker spelen. Ik denk dat ze dat heel erg leuk vinden. Klaar, dus nu alles klaarzetten voor de meiden. Nou, zo moeten ze volgens mij aardig kunnen spelen. Rechtdoor, Mop. Rechtdoor. We zijn lopend. Het was een succes, de Barbies. En die meiden waren echt heel lief aan het spelen. Nu zijn ze aan het omkleden. En ze hebben een beetje ravage achtergelaten. Nou, dat komt straks wel weer goed. Zolang ze maar lief spelen. Ze zijn zich nu aan het verkleden boven en ik mag niet weten wat ze gaan worden. Zijn jullie lekker aan het eten, dames? Ja. Ja? Hebben jullie het gezellig? Dat vroeg mij niet. Ja? En ik heb jullie allebei erop. Nee. Echt? En ik vind het zo gezellig. Het is een echte meidenmiddag zo, hè? Ja. Meidenavond. Nee, want we noemen het avondeten, maar kijk op de klok. Het is eigenlijk nog middag. What the? Gek, hè? En ze allemaal lekker aan het eten en jullie hebben zo lief gespeeld. Is dit middageten? Nee, we noemen het avondeten, maar het is pas om 6 uur eigenlijk middag. Of avond. En het is nog geen 6 uur. Gek, hè? We eten ons avondeten eigenlijk meestal in de middag. Maar dat komt ook omdat jullie anders zo laat naar bed gaan. En nu nog even met z'n drietjes genieten voor de tv. Voordat jij naar huis gaat en jij naar bed gaat. Ja. Ik vind het wel heel gezellig zo. Ik krijg hem er niet uit. Kom maar. Kijk maar uit, want hij is een beetje aan het smelten. Moet goed recht houden, Mop. En die mag je zelf weggooien. Echt niet normaal. Ik heb gewoon echt goed gegeten. En ik heb gewoon weer honger. Ik weet echt niet wat ik ga eten. Wat gaan we doen? Ik vind ook altijd echt met snacken. Ik heb net al fruit op. Wat gaan we doen? Oh, deze heb ik op mijn verjaardag gekregen, maar ik wilde gezond eten. Maar dit is zo lekker.
Ja. Ik ga het toch doen. Ik denk dat ik gewoon hierna ga zorgen dat ik een tijd lang even geen ongezonde dingen koop. Ik ga gewoon het hele huis vol stoppen met allemaal gezonde dingen. Dan moet ik wel. Dan heb ik gewoon geen keuze. Marco is ook vaak zelfs de deur uit, dus ik kan ook niks halen. Ja, ik zou kunnen bestellen, maar op de een of andere manier is dat dan die drempel dat ik denk, nee, niet doen. Want dan ga ik helemaal ongezond en dan word ik met mijn neus op de feiten gedrukt. En dan zijn het ook echt gelijk van die grote stukken. Ik weet niet of je het kan zien, maar echt. Zo lekker. Maar zeg, het is in ieder geval hele pure chocola. Dus dat maakt het nog een beetje goed. Het is nog best vroeg, maar ik ben er klaar mee voor vandaag. En ik ga gewoon naar mijn bed. Voor 12 naar bed gaan is voor mij echt zeldzaam. Maar ik ga het gewoon doen vandaag. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!